De uien gaan ook in de vissoep. Dus die worden eerst even heel kort aangebakken eigenlijk, tot ze glazig worden. En dan gaat de rest van de groente erbij, een beetje tomatenpuree. Dat wordt dan afgeblust met witte wijn. En vervolgens wordt echt de soep zelf getrokken. Je moet er wel wat voor over hebben, want dat snotterige, dat heb je van die uien. Ja, ik pak ook even een tissue erbij. Nee, ik moet er wel zeggen, dit zijn hele sterke uien vandaag. Normaal vallen ze wel mee. Meerdere keren per week staat Marlot de Jonge in haar keuken in Rotterdam-Spaanse polder kant-en-klaar maaltijden voor te bereiden. Haar concept is vers gemaakt, direct ingevroren en lang houdbaar. Dit is een gevulde vissoep met veel vis en groente eigenlijk. Ja. En als het zo meteen klaar is, ga jij het wap direct de vriezer in stoppen? Door het in te vriezen, wat er gebeurt is, je doet het in bakjes, je vriest het direct in. En omdat het direct ingevroren wordt, smaakt het nog precies hetzelfde. Ook 10 weken later, zoals het nu eigenlijk hier op het vuur staat. Door dit zogeheten shockvriezen behoudt de maaltijd een verse smaak en is het maanden houdbaar. Van kinds af aan is de Rotterdamse al bezig in de keuken. En nu heeft ze haar eigen ideale gemaksmaaltijd ontwikkeld. Receptuur, welke ingrediënten blijven het beste daarin. De garing en al die dingen, daar ben ik heel lang mee bezig geweest om dat echt wel goed te krijgen. Het thuisbezorgen van een diepvriesmaaltijd is nog wel een dingetje. Ze heeft het afgekeken van het diepvriestransport van vlees. Het enige wat je nodig hebt is een koelmeel, dat is het droogijs, isolatie, dat is de piepschuim en de inhoud. En dat zijn de lekkere maaltijden. En dan kan de postbode het gewoon bezorgen? Ja, het gaat echt alleen mee met de reguliere pakketpost. Je kan dus ook zeggen, ik wil het op een PostNL-punt. Of het komt even bij de buren terecht, of je laat het op je werk leveren. Maakt niet uit, zolang het maar die avond nog even in de vriezer zet. Ja.